1500 tot 1558. Karel V. Karel V erfde een wereldrijk. En om dat in stand te houden voerde hij de ene oorlog naar de andere. En het geld voor zijn legers werd onder andere opgebracht door de rijke Nederlandse steden. Hij probeerde zijn macht te vergroten door vanuit Brussel alle gewesten te besturen. en de Nederlanden samen te smeden tot een bestuurlijke eenheid. met overal dezelfde wetten en regels. Om dat te bereiken, verving hij de aardelijke bestuurders door ambtenaren die hem gehoorzaamden. Verder wilde hij ook godsdienstige eenheid. Iedereen in zijn rijk moest rooms-katholiek zijn. Sinds Luther in 1517 zijn 95 stellingen tegen de rooms-katholieke kerk had bekendgemaakt en de paus elke discussie daarover verbood, waren veel mensen in de Nederlanden protestant geworden, want er sluimerde allang kritiek. Kritiek op de rijke en arrogante rooms-katholieke geestelijkheid die mensen onderdrukte en voor geld vergeving voor zonde beloofde. Maar door het streven naar eenheid in zijn rijk bracht Karel juist verdeeldheid. Hij joeg de edelen tegen zich in het harnas door zijn eigen ambtenaren, maakte de stedelingen opstandig door zijn hoge belastingen en de protestanten door zijn felle ketterplakaten, waarop ketters met vreselijke straffen werden bedreigd. Een tijdgenote van Karel V, de Antwerpse dichteres Anna Beins, was het trouwens roerend met Karel eens dat het ketterse gespuis vervolgd moest worden. Ze verkoos zelfs de rovende moordenaar Maarten van Rossum boven die leugenachtige duivelse Luther. Prinsen en prinsessen, als u Luthers gespuis benaderen wilt, sla dan op zijn minst een kruis. Geloof ze vooral niet. Hun geloof is niet pluis. Leugentaal spreken ze die lui met twee monden. Men kan hun bedrog nog niet meten met ellen. Al wat ze willen is een vrijbrief voor zonde. Het zijn aardse duivels die de mensen maar kwellen. Karel de Vijfde jaagde met zijn bestuursregels veel mensen tegen zich in het harnas. Welke bestuursregels maken jou opstandig? Wanneer ik naar Ammerdij ga bijvoorbeeld hier voor school... Dan uh, moet je je tas achterlaten, dat vind ik vervelend. Geen iPods in de tram en uh, niet eten in de, in de bus en uh, het boerka verbod en uh, al, dat, uh, al dat soort prietpraat. Ja, op onze school hebben we dus ook een passiesysteem. En iedere keer als je binnenkomt dan hou je je passie daarvoor, die registreert dat. En zo kan de school precies zien waar je bent, waar je uithangt, uh, wat je doet. Ja, het vertrouwen is weg. Zijn regels zinvol? Nee. Ik denk dat ieder zijn eigen grenzen wel kent. Juist als je mensen iets gaat uh, verbieden, dan gaan ze het juist doen. Dus dat moet je niet doen. Ik denk dat de meeste regels dat ze daar wel goed over na hebben gedacht of dat daar wel effect heeft. Ja, ze zijn niet altijd leuk, maar je snapt ze wel. Als je bijvoorbeeld niet bij een stoplicht stopt, ja, en je, je loopt door, want je zegt, ja, dat is niet mijn regel, dan ben je zo dood. Ik denk wel dat de regels gewoon nodig zijn voor een goede samenleving. De regels die maken je met z'n allen. En ja, het zorgt ervoor dat, dat je eigenlijk overleeft. Welke regels zou jij af willen schaffen? De regels die de KVB heeft gesteld over uh, al het voetbal in de Eredivisie. Dat je vanaf 2008 geloof ik brommer theorie en praktijk moet halen. Dat je uh, onder een bepaalde leeftijd niet bij films naar binnen mag. Ik wil niet meer mijn tas afgeven als ik in Albert Heijn ben. Alle prietpaardregels, allemaal. Hoe worden tegenwoordig in Nederland bestuursregels gemaakt?